inside my fantasies and made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I kept the memories one by one since you took me in. And I know I'll never love this way again. I won't turn my head and sorrow if you should go away. I stand here and remember just how it's been. And I know I'll never love this way again. Ja, ik ben bezig met een Engelstalig album. Ooit heb ik er al een gemaakt, maar dat weet bijna niemand meer. Dat was in 1995. Ik ben Engelstalig begonnen. En eigenlijk na een paar jaar is die switch gekomen naar het Nederlandstalige lied. En toen scoorde ik een hitje met Maria Magdalena. Dat was gemaakt door Johnny Hoes. Nou ja, en dan kom je in een molen van allerlei gezellige Nederlandse liedjes. En de een komt in de hitparade, de ander niet. En een paar jaar geleden scoorde ik nog een nummer 1 hit ook ermee. Dus dan zit je vast in een Nederlandstalig gebeuren. Maar mijn Engelse dingen, zoals ik ben begonnen en waar ik zelf ook erg gek op ben, die ben ik nooit vergeten. Dus dan kwam ik laatst een sponsor, een relatie tegen die zei van ik vond dat zo'n mooi album. Ga er nou nog eens een maken. Hier heb je een stukje budget en huur de beste muzikanten van Nederland in. Ga de studio in en neem een aantal van die nummers op. Nou, dat ben ik nu aan het doen. Heel nieuw album op komst. Wanneer kunnen we die verwachten? Er komen 14 liedjes op. En de titel is The Songs I Like to Sing. En ik denk dat in juni wel klaar moet zijn. We moeten er nog 4 doen. Vandaag nemen we een clipje op hier voor een mooi liedje. Ooit van Diane Warwick. I Know I Never Loved This Way Again. En zo strijden we door. De bedoeling met de clips die je nu aan het opnemen bent, is dat gewoon voor bij de cd als dvd of zijn dat al de videoclips die we kunnen verwachten? Ja, het lag in de bedoeling om als de 14 nummers af zijn, dat ik bijvoorbeeld bij 5 nummers een clipje bij aanlever. En we geven vast een beetje voorproefjes. Vorige clipje hebben we online gezet op YouTube en dan zie je inderdaad van de leuke reacties van hè. Is dat Dries en wat ga je doen? Zing je niet meer Nederlands en zo? Maar ja, dat blijf ik gewoon doen natuurlijk. Ik sta vanavond 2 keer ergens en dan kom ik nog niet met dit repertoire. Want als men mij inhuurt, dan verwachten ze feest. Dus dat krijgen ze dan ook. Maar ik treed ook wel eens op in een restaurant of zo. En dan denk ik, ja, nou kan het.
En als het kan, dan krijg ik positieve reacties erop. Dus ik ga het proberen. Hoe gaat het Koningslied momenteel? Het Koningslied, die van mij is het niet geworden. Maar het is dus het lied van John Dewbank geworden. En daar kun je dus van zeggen, kunnen we dat nou met z'n allen meezingen? Nou, dat moeten we nog eens afwachten. Dat geloof ik niet, nee. Wat ga je morgen doen, Koninginnedag? Morgen hebben we als eerste al een leuke limo aangeboden gekregen van een bedrijf. Die zei, moet je optreden? Ik zei, ja, we moeten 6 keer iets doen. Verschillende steden, Rotterdam, Schiedam, Arnhem, Amersfoort, Eindhoven. Hij zei, nou, neem dan maar die limo mee met mijn hele team. Rijden we morgen door het land. En het kan een leuke dag worden. En ja, ik vind het een unieke dag natuurlijk wat er gebeurt. Ik heb vanmorgen even staan kijken op Museumplein naar een repetitie van het Metropoolorkest. Ah, dat was schitterend, er zat 80 man te spelen. Ik ben een half uur blijven staan. Ik denk, wat is dit mooi. Daar had ik het liefst gezongen, maar dat gebeurt niet. Misschien volgend jaar. Wie weet. Dus Engelstalige liederen. Met het Metropoolorkest. Dus. Ja, dat zou prachtig zijn als je dit soort liedjes... Daar dacht ik vanmorgen wel aan toen ik er stond. Toen dacht ik, stel je voor, een van die nummers wordt door hun gespeeld. Daar krijg je toch kippenvel van. Ja. Super. Dank je.